Ja, helemaal goed. Dankjewel. Oké, hoi. Wanneer Nederland slaapt, gaat de bouw op Schiphol gewoon door. De nachtcoördinator ziet toe op een soepel verloop van de nachtelijke bouwactiviteiten. In de avond en de nacht ben ik het aanspreekpunt voor de operatie van de luchthaven Schiphol en alle nachtuitvoerders en medewerkers hier op de bouwplaats en de bouwprojecten. Tijdens mijn rondes op de bouwprojecten kijk ik of iedereen naar tevredenheid werkt, of de voortgang erin zit, of er veilig gewerkt wordt en of er nog vragen zijn of operationele verstoringen die ik bespreekbaar moet maken. Hier hebben we ook een afzetting gecreëerd. Dit gebeurt dus ook in de avond en de nacht. Omdat er overdag kan je dit niet realiseren omdat je anders de passagiersflow enorm verstoort. En dit gebeurt eigenlijk iedere avond en nacht met aan en over van materiaal. 'S Nachts wordt niet alleen al het materiaal aangeleverd, maar vinden ook de luidruchtigste werkzaamheden plaats. Zoals je ziet zijn we met een hele grote zaagblad bezig om de tweede verdiepingsvloer te zagen voor een liftputsparing. Dit geeft een enorm zwaar geluidsoverlast. Hele hoge resonantie. Om hier af en toe op het dak om te kijken wat we aan het doen zijn op de ENF hier, zodat we het overzicht hebben van alle nachtelijke werkzaamheden die op airside plaatsvinden. Wat mijn werk ook heel erg leuk maakt, is dat ik heel veel verschillende mensen ontmoet, mensen ken en daar maak ik heel graag een praatje mee. Ik ben een mensenmens en dat maakt het werk ook ontzettend leuk. Je kent elkaar. Gaaf.